Justin Goetzee, we staan hier op de forumavond van de Clubraad, georganiseerd door de Clubraad. Leuk initiatief? Ja, tuurlijk. Ik denk dat het goed is dat wij de kans krijgen om zowel op technisch als algemeen gebied toelichting te geven over de dingen die we doen. Wat is nog meer de meerwaarde van deze avond? Nou, eigenlijk dat supporters de kans hebben om vragen te stellen en dat wij de kans hebben om transparant te zijn over de dingen die we doen. Nog dingen geleerd vanavond? Nou, gelukkig ken ik de verhalen van Stijn en Hans vrij goed, dus ik hoor gelukkig weinig nieuwe dingen. Ja, het was een duidelijk verhaal, een mooi verhaal, er zit echt een gedachte achter. Er kwamen wat vragen uit het publiek, jij sprong daar eventjes op in. Je hoort het meer onder supporters, hè? NAC heeft 6 huurlingen van City, die in principe waar NAC geen geld aan kwijt is. Toch dat er niet meer budget is, dat heb jij heel helder uitgelegd. Kun je dat nog een keer voor onze camera toelichten hoe dat zit? Ja, dat is natuurlijk een veelgestelde vraag, hè, over het feit van hey, hoe komt het nou dat wij 19.000 man op tribune hebben en toch geen heel hoog spelersbudget hebben. Ik denk dat de club is nog steeds herstellende van alle financiële ellende uit het verleden. En een aantal dingen heeft dat met zich meegebracht. Hè. De gronden rondom het stadion zijn verkocht, dus we hebben een ander trainingscomplex. Daar betaal je huur voor. Dit stadion brengt een flinke huurlast met zich mee. Het is geen energiezuinig stadion, dus we zijn veel aan energielasten kwijt. Dus er is nog een opeenstapeling aan hoge vaste kosten die we de afgelopen jaren nog niet omlaag hebben kunnen krijgen. En daarnaast moeten we nu natuurlijk ook langzaam weer groeien, commercieel gezien. Hè. Uiteindelijk zijn we 2 jaar in de Super League geweest, zijn we gepromoveerd. Loopt het stadion snel vol, maar om maar een voorbeeld te noemen, seizoenkaarten, dus ticketing en losse kaarten, levert 3 miljoen op van de 13 miljoen. Dus dat lijkt een gigantische impact te hebben. En dat heeft het natuurlijk ook qua sfeer en qua op de resultaten van de wedstrijden. Maar dus een relatief kleine impact op je begroting. Hè? Dus dat geld zal toch ergens anders vandaan moeten komen. Aan mij de taak, onder andere met ons team op kantoor, om de komende jaren de kosten verder omlaag te krijgen. En dan met name de vaste kosten en proberen de commerciële opbrengsten verder te gaan verhogen. Duidelijk verhaal en ook goed om te horen dat daar veel kracht bij zit. Wat zijn de toekomstplannen met City? Nou ja, de toekomstplannen met City zijn duidelijk. Hè. We hebben een 5-jarige overeenkomst waar duidelijke uitgangspunten in staan. En naarmate je langer met elkaar samenwerkt en dat regelmatig evolueert, wordt die samenwerking eigenlijk alleen maar beter. Dus die toekomstplannen zullen niet heel veel anders zijn. Het zal vooral benutten zijn van de dingen die we met elkaar afgesproken en die we doen en die nog beter te maken. Dus de koers zal hetzelfde blijven. En hoort het dan ook bij dat het aantal spelers afgebouwd wordt de komende jaren? Ja, weet je, we hebben een afspraak dat we 4 tot 6 spelers van City gebruiken. Op dit jaar hebben we er 6 gebruikt. Dit jaar hebben we voor het eerst geen huurlingen buiten de huurlingen van City. Waarom? Omdat we zelf natuurlijk langzaam dat kapitaal op het veld willen opbouwen. En dat we onze eigen jeugdspelers de kans willen geven. Dus daar zit ook een strategie achter. En het is denk ik nog iets te vroeg om alweer een jaar verder te kijken. Maar we zijn er wel continu over aan het nadenken. Van wat hebben we nodig en wat is het beste voor NAC. En de combinatie tussen de beste spelers van City in combinatie met de beste spelers van ons. Om ook een stukje kapitaal op het veld op te bouwen waar we zelf geld aan kunnen verdienen. Het stadion staat te koop, dat is bekend. Heeft meneer Azimi zich al gemeld? Nee, die heeft zich niet gemeld. Althans, uiteindelijk melden die partijen zich bij de gemeente. Dus wij weten vrijwel welke partijen zich allemaal hebben gemeld. Er is nog een kans tot 18 oktober voor nieuwe partijen zich te melden. En voor ons is het heel erg belangrijk dat die nieuwe transactie leidt tot een huurverlaging. En dat is een van de dingen die ik net bedoelde. Wij hopen eigenlijk dat die verkoop van het stadion uiteindelijk zal leiden tot een huurverlaging voor NAC. Dat is de dingen waar wij, een van de punten waar wij op inzetten. Omdat uiteindelijk wij hopen dat dat soort besparingen weer kunnen leiden tot een hoger spelersbudget. Want voor de duidelijkheid, hoeveel betaalt NAC per maand aan de gemeente? Die cijfers heb ik natuurlijk wel paraat. Wij betalen ergens dus 8 en 9 ton huur per jaar aan het stadion. En dat is de kale huur, zeg maar, en, zonder andere dingen. Vanavond is bekend geworden dat er waarschijnlijk een arbitragezaak aan zit te komen. Omdat NAC en de gemeente nogal, die liggen niet bepaald op één lijn. Kun je daar meer over vertellen? Ja, wij zijn eigenlijk continu goed in gesprek met de gemeente. Ik moet zeggen dat die relatie het afgelopen jaar echt geweldig is. Zeer constructief, wel zakelijk. En vanuit dat zakelijke komt er een verschil van inzicht. De gemeente heeft in 2014 toegezegd een 3 keer 2,5 ton te stoppen in het grote onderhoud van het stadion. Dat bedrag is overschreden. Wij hebben de bereidheid getoond om een deel van die overschrijding te betalen. Alleen wij hebben geen overeenstemming over dat bedrag. Dus de gemeente vindt dat wij meer moeten betalen dan dat wij willen betalen. En wij denken dat ook goed te kunnen onderbouwen. Dus eigenlijk hebben we met elkaar afgesproken om een arbiter, dus een onafhankelijk deskundige, daarna te laten kijken. En die uitslag bepalend te laten zijn voor welk bedrag wij bijdragen aan dat bedrag. En dat gaat dus een hele goede harmonie. Het is gewoon een zakelijk geschil waar straks een onafhankelijk arbiter iets van gaat vinden. Okay. Maar hoe kan het dan toch als NAC huurt dat NAC eventueel voor de kosten moet opdraven?
Ja, primair is afgesproken dat NAC al het onderhoud draagt. En we hebben een lijst met onderhoud waar we een verdeling in hebben gemaakt. En die verdeling is het deel wat de gemeente moet doen, zou binnen die 7,5 ton moeten vallen. Mm. Alleen die 7,5 ton is overschreden. Dus de dingen die de gemeente zou oppakken zijn duurder geworden dan we hadden gedacht. En dan de gemeente had gedacht. En met name over die meerkosten praten wij nu. Of hebben we in ieder geval een discussie. Oké, duidelijk verhaal. Bedankt voor je tijd. Ja, graag eens. Thanks.